onderste scharnier is altijd het moeilijkste eruit te halen. Daar komt het waarschijnlijk het meeste vocht. Het is die schroef is dan verroest. Maar ik heb er nou één uitgekregen. Nou, die ziet er helemaal niet verroest uit. Dus daar zit het niet in. Maar waar het dan wel in zit, dat weet ik niet. Ik sla hier de schroevendraaier in de punt even in het hout. Dat als ik hem straks los heb en eruit trek, dat hier geen grote splinter aftrekt. Dat is een voorzorgsmaatregel. Nou heb ik er één uit, het midden, maar die onderste en die bovenste, die willen nog niet erg. Dus ik ga even flink kloppen dat die de kop los zit. En dan kleine stootjes. Ja, hij gaat. Ja hoor. En als dat helemaal niet lukt, dan gebruiken we wel kruipolie. Dat wil ook nog wel eens. Nou, deze is roestig. Ja, die is roestig. Ik weet niet of het goed te zien is, maar dat was wel met roest. En nou die onderste nog. En slaan het gleufje goed schoon. Ze zouden zeggen, het is je moeder niet. Dus slaan erop. Wat ook belangrijk is dat die schroevendraaier goed past. Niet een te kleine schroevendraaier nemen. Ik voel hem al een beetje doorschieten in het gleufje, dus ik ga nog een keer timmeren. Hij is er ook een beetje schuin ingezet, die schroef. Dus ik moet mijn schroefdraaier ook in de richting houden waar die schroef zit. Anders zit je scheef in het gleufje. Ja, het is wel een hele harde. Het is ook de onderste, hè? We gaan even de roest los tikken. Nou, ik ben bang dat dit niet gaat lukken. Ik heb nog een alternatief, dat is de deur dicht doen en op het scharnier gaan staan slaan. Dat die echt een beetje losgetrild wordt. Dus dat doe ik later als ik die andere schroeven eruit heb aan de bovenkant. En als dat niet wil lukken, ik heb geen kruipolie bij me, dus. Maar dat duurt ook weer langer.
Dan ga ik het toch met die Japanse koevoet eronder. En dan, nee. Ja, kijk, met geduld. Ja. Verroest, hè? Helemaal verroest. Nou, dan moet ik de bovenste nog doen, maar dat zal wel meevallen. Terwijl ik hier aan het die schroef aan het uitdraaien ben, dan zie ik ook hoe dat scharnier is ingehakt. Dat zit er ongelijk in. En hier te diep en hier te ondiep. Nou ja, net aan. Dus dat moet ik een beetje gaan herstellen, dat gat. Of door iets onder te leggen of iets te vullen. Anders gaat die wringen op de deur. En dan gaat of de deur scheluw worden. Of de scharnier gaat kapot en dan gaat dat piepen en dan gaat de stift eruit lopen en zo. Dus dat moet wel recht. Dus het is al voor de oorlog niet goed gehangen. Goed. Dan ik laat die laatste schroef even erin zitten. Dan ga ik even kijken hoe dat allemaal gaat. En dan kan ik de deur eruit halen als het zover is. Nou, dat is bovenste scharnier. Die zit nou met één schroef nog in. Dus de deur hangt nog. En hier, de middelste, heb ik gewoon alle schroeven er netjes uitgekregen. Ik heb hier voorgehakt en hier. Zodat het niet afsplintert als ik dat eruit ruk. Goed Nederlands. En die onderste is ook helemaal los. Dus dan ga ik straks met een schroevendraaier hier tegenaan slaan dat die loskomt. En dan als die daar beneden los is, dan gaat die hier automatisch mee. En dan zal die bovenste door het gewicht van de deur ook wel gaan. Zo, nu even 10 minuten wachten en het zit op zijn plek. En dan hak ik de rest weg en dan schroeven erin en hij zit helemaal recht zoals ik hem hebben wil. De scharnieren zitten er nu in. En ik ga
ga nu de deur erin zetten. Ik heb hem al een keer gepast. En ik neem 2 wiggen mee naar binnen en een hamer. Die moet hier liggen. Anders kan ik straks niks doen. Ik leg die brede wig onder. En deze is voor aan de zijkant, dat hij naar de scharnierkant overgaat. En dan neem ik het losse tweede deel van de scharnier. Die zet ik erop. En dan kan ik zo die maat overnemen. Wat moeilijk, omdat die onderkant bij de neut, daar is die vrij strak. Dus en ik moet hem door de scharnieren moet ik hem schuin erin drukken. En daar zit hij strak. Dus ik moet daar eigenlijk een beetje afhalen. Maar dat wil ik pas doen als die hangt. Dan weet ik pas wat ik weg kan halen. Ik kan hier. De hoogte is ook maar zo, maar dat zien we wel. Als die aanloopt, kan ik altijd de sporen zien. Ik zie de sporen van het aanlopen en daar schaaf ik het weg. Er zijn wel een aantal problemen die met zo'n deur op moet. Dat is alle maten kloppen niet. Boven en beneden, hij is uit de haak en het krom hout en moet overal rekening mee houden. En hij is ook nog zwaar in een gangetje waar hij net in past. Dus je kan haast niet manoeuvreren. Dus je moet wel trucken uithalen om hem voor elkaar te krijgen. Dus zoals een van de trucken is dat ik niet alle 4 de scharnieren in één keer vastschroef. En dan hang ik aan 2 scharnieren en de rest maak ik er later weer aan vast. Zo zal ze automatisch op de goede plek komen. Nou, hij klemt alleen aan de neutkant daar in de hoek. Maar dat vind ik niet zo erg, zo'n klein dingetje. Nou, een slot eraan zetten en dan zijn we aardig in het weg. De slot erop maken. Rond gat van 32 mm moet er doorheen. Daar heb ik nou uitgemeten waar die komt. Volgens de oude, ja, waar die in de muur of in de post zit, zo'n huisje. Daar heb ik hem overgenomen. Ik ga het gat 5 bij 40 mm vanaf de onderkant. Daar zit hij. De voorkant en achterkant afgemeten. Priemgat gemaakt. Even naar voren priemen. En dan met een boor van 32 mm erin. Dan heb je speedboren, maar daar boor ik niet zo graag mee. Dus ik heb liever een slangenboor. Zoiets. Maar daar moet je wel een goede machine voor hebben, voor 800 watt. Dus ik ga proberen tot de helft te boren en dan ga ik naar de andere kant. Ga ik weer de rest boren.
ben ik er haast door. En ik durf niet door te boren, want als die doorschiet, dan krijg ik splinters. Daar heb ik geen zin in. Dus wat doe ik? Ik neem een spiraalboor van 10 en boor ik dat gat gewoon door. En dan ga ik met de rasp, de ronde rasp, ga ik hem gewoon, dat laatste beetje wat er zit, ga ik wegraspen. Gordijntje hangt er weer voor. Alsof er nooit wat gebeurd is.